echt soms onveilig voelen voor mezelf. Mag ik even je flesje pakken? Ik kom er niet overheen. Je mag je spullen pakken en je mag naar huis fietsen. Sorry? Je spullen pakken en ga je naar huis fietsen. Guys, Jeroen hier van Survivor Coach. Ik ben met Eva, de sportdiëtist die Niels gaat begeleiden naar de 1000 Swing-Off Challenge. En wat doen we hier in vredesnaam om 3:30 s'nachts, Eva? We gaan Niels zo wakker maken. Bijna 3:30 is het. Bijna 3:30. We gaan Niels zo wakker maken voor zijn mentale trainingsdag. Dat was zijn eigen idee. En we gaan hem vandaag van alles laten doen en hij heeft geen idee. Dus we hebben voor allerlei leuke dingen bedacht. Ja, maar we beginnen even met hem wakker maken. We gaan hem eerst wakker maken, check it out. Not anymore. Hé, hey, maatje. Het is tijd. Het is tijd. Kom er maar uit. Morgen. Ben je er klaar voor? Een bijtje voor je. Ah, lekker man. Come on. Oh, fuck. Het is 1 augustus, je moet 1000 swing-offs doen. Come on. Oh, fuck, ik ben helemaal niet zo veel geslapen eigenlijk. Fuck. Let's go. Come on. Put your war face on. Nou. Dit is je eerste opdracht. In ieder geval 2 bordjes en een mes. Nice. Heb je er zin in? Voordat ik ging slapen had ik er wel zin in eigenlijk. Ja? Maar ik heb eigenlijk niet echt heel veel geslapen. Ik vond het een beetje spannend. Dus ik ga het wel doen. Ik heb er niet echt heel veel zin in. Nu eens even voor de mensen thuis. Wat gaat er gebeuren vandaag? Ik heb vandaag een mentale trainingsdag. Nu, even kijken, 33 uur, 33. Dat betekent dus dat het midden in de nacht is, of vroeg in de ochtend, dus maar net hoe je het bekijkt. En ik had gezegd dat ik 24 uur lang een soort verrassingstrainingsdag wilde hebben. Nou, zijn we dan. En, jij gaat eigenlijk gewoon bepalen, ja, jullie gaan bepalen wat ik vandaag de hele dag ga doen. Dus ik heb geen idee. Waarom dan? Om eigenlijk mentaal te trainen. Omdat ik het zwaarste vind, of wat ik merkte is dat ik het zwaar vind, dat ik niet weet wat ik ga doen. Dus in augustus weet ik op een gegeven moment straks niet hoe lang het gaat duren en wat ik precies moet doen. En dat wil ik vandaag eigenlijk beoefenen. Dus vandaag is 1 grote verrassing. Voor mij. Nou, lach je nog. Ja, ik vind het nog leuk allemaal. Ik denk eigenlijk dat ik straks ga huilen, maar ik ben benieuwd. Gaan ervoor. Heb ik maar zoek. Ja, hoe lekker sandwiches, man. Ontbijtje, Niels. Ontbijtje. Had ik echt zin in. Ik bedoel, ja. Ja. Ah, hoe lang geleden lag je in bed? 2 uur. Ja, ik lach wel, maar het is echt waar ook. Niet helemaal hoe je het bedoelt? Nee, voor de volgende ga ik het even voordoen. Ja, ik had een sandwich van moeten maken, maar ik ga gewoon lekker eten. Ik dacht, zo heb ik meer eetplezier. We zijn de verhoudingen helemaal verkeerd. Nou, ja, dat klopt. Maar ik ga gewoon lekker eten. Ja, gaan we doen dan. Wat denk je? Zin in hoofd. Lekker Niels, ontbijtje lekker op. Je mag de boel een beetje netjes maken, even afruimen en zo. En je kleren aandoen, touw om je heen slaan. Al je spullen mee. En op de fiets naar Torp. Ja, is goed. En je hebt 10 minuten om op de fiets te zitten. Ja. Succes. Ik kan niet even op de bank. Nee. Goed. Let's rumble! Een beetje wonder meenemen. We waren naar de wc, dus ik ben nu 5 minuten 15. Dus nee, je hebt nog 2 minuten en 30 seconden. Feeding my chicks. Niels? Ja? Volgens mij vergeet je wat.
Wat dan? Oh, fuck! Mijn touw! Het allerbelangrijkste. Ik ga hem even mooi opnoemen, maar je wordt mijn vriend. Ja. Hoe zie je? Dat was 13 seconden te laat. Ja. 13 burpees. Volgens mij waren het er iets meer, maar dat maakt niet uit. Weet je wat je moet doen met toch? Touw ophangen. Touw ophangen. In de bok. In de welbekende bok? In de welbekende bok. En dan mag je ernaast gaan staan. Tot zo. Hey Hug. Goedemorgen. Een bijtje bij. Ja, pak. Voordat je iets gaat doen, ga ik je even op de weegschaal zetten. We zijn hier bij Thor. Niels heeft net zo'n mooie touw opgehangen. Aan de 3 meter balk. Ik weet niet of je het kan zien. Maar Niels, jouw opdracht voor nu is met je chocoladebeen elke 45 seconden een swing overpakken. Totdat wij zeggen dat je mag stoppen. Je mag hem zelf bijhouden. Ik ga verder met filmen op het moment dat iets lichter is. Is goed. De mensen thuis die zien nu helemaal niks. Ja, klopt, ja. Denk erin, met je goede been. Nee. Volgende mag je zonder bovenarm op de bal. Nee. Ik zeg maar zo, meten is weten. We hebben hem eventjes gewogen voordat hij is begonnen met de swingovers. Even kijken hoeveel hij weegt, inclusief de drinkfles. En dan gaan we kijken hoeveel hij nu weegt. Nadat hij naar de wc is geweest en hoeveel hij dan heeft uitgezweet. Zodat ik weet hoeveel ik hem weer moet laten bijdrinken. Niels rollen. Dit is leuk, jongen. Kom aan, halverwege. Ah. Fuck. Gefeliciteerd. Bedankt. Ik weet niet wat overkwam, maar na 3 keer rollen was ik al te slecht. Zie je nog dubbel? Ah, een beetje, ja. Dat is 34 swingovers te langzaam op schema. Dus Niels doet nu 34 burpees. Staande balk, mag je niet aanraken. Ook niet aanraken. Deze kant op. Een klein stukje via deze balk. En pak je deze. En die bij het netje mag je uittrimmen. Handen nu niet gebruiken. Fuck. Focus. Niet lang nadenken. Opnieuw, je mag de handen niet gebruiken. Fuck. Je mag nog niet gebruiken. Laatste balk, eerst met je voet naar de balk en dan je handen. Focus. Focus, eerst met de voet die balk. Fuck. Nadenken, gewoon focus op wat je aan het doen bent. Ik vind het spannend omdat daarna niks komt, zeg maar. Dus als ik dan val, kan ik nergens naartoe vallen. Als je valt, knuffel je de balk hier. Niet lang nadenken. Focus. Mag wel over deze kant erop. Dat is wat je aan het doen bent. Als het fout gaat, of wat waarschijnlijk gaat gebeuren, dan knijp je die balk vast. Die armen van je en dan gebeurt er niks. Focus op je lichaam.
vertrouw ik je lichaam in mijn stek zat. Stoppen toch? Spannend, maar te doen. Ga je hem doen, Niels? Uiteindelijk wel, ja. Fuck! En dan de terug. Fuck! Focus, Niels. Hoe lang zitten we hier inmiddels, Hugo? Minstens een half uur. Ja. Denk ik. Het is niet makkelijk. Nee, het is best hoog. Ja. Durven, durven loslaten, letterlijk. Kutzooi! Echt shot zo veilig voor mezelf. Gaat u je flesje pakken? Kom punt. Je mag je spullen pakken en je mag naar huis fietsen. Sorry? Je spullen pakken en ga je naar huis fietsen. Ja jongens, Niels gaf op, maar vond het toch net even te spannend. Hij baalt als een stekker. En nou heb ik hem naar huis gestuurd op zijn fiets, al zijn spullen mee. Niet verteld wat hij daar moet doen. Maar de bedoeling is dat wij daar straks ook heen gaan. Eventjes wat eten, komen we weer terug. Dan gaat hij zijn tweede setje van 120 swingovers pakken. Hij heeft geen idee hoeveel er nog gaan volgen vandaag, maar het is niet het laatste setje meer. En daarna hebben we nog wat leuke dingen voor hem bedacht. Onder andere, hij gaat een heerlijke lunch voor ons allemaal maken. Genieten. Yo. The return of the man. Nou, the return of the man. Op tijd. En 13 seconden te vallen. Oké, swing over. Ja. Nee, grapje. Nee, nee, doe maar niet. Nee. Dat is een grapje. Nee. Peter, maar ik vind wel chagrijnig om zo. Waarom dan? Ja, omdat het niet lukt, man. Ik weet hoogte fucking. Ja, ja. Maar gewoon, ik wil alles geven vandaag. Weet je, ik wil jullie niet teleurstellen, ik wil jullie niet teleurstellen, dus ik wil gewoon alles gaan doen. Maakt niet uit, ik wil echt gewoon... Je vergeet nog iemand. Ja, mezelf. Ja, mezelf. Even laten zien hoe het moet, Niels. Voor een mentale trainingsdag is het hier echt veel te gezellig. Ja. Gelukkig is het nog maar ochtend. In principe is de dag pas begonnen. Vind je ze nog leuk? Ja, leuk is anders. Ja, net was het gewoon even gezellig. Mijn moeder even inkomen. Dus straks weer gezellig is met een stroom heen. Okay. Dan doe ik het wel. Maar de beweging op zich,
ben ik allemaal klaar mee hoor. Ja, dus deze mensen vind ik niet zo heel gezellig. Nee, moet je kijken hoe ze blij zijn, man. Jij. Het lijkt alsof er helemaal niks veranderd is, maar vertel eens wat er onderhand allemaal gebeurd is vandaag. We hebben vanochtend begonnen, 120 swingovers. Daarna ben ik mijn jurk over de balkant heen dansen geweest. Foei, dat was, vond ik echt spannend. Eén ding lukte me nog steeds niet, mentale barrière. Daarna weer 120 swingovers gedaan. Toen moest ik eten maken, lunchen. Yes. En moest lunch maken. Wat wel leuks voor je bedacht. En nu ben ik weer bezig. Je mag even deze kant meekomen. Ja. Okay. We hebben namelijk een probleem. Want we zijn een shirtje van Survivor & Coaches kwijtgeraakt. En Niels gaat die weer opzoeken en tevoorschijn halen. En misschien heb je al een klein idee waar die ligt, Niels. Maar hij is ongeveer boven op de Vendor. Niels, net niet gehaald. Nee, ik zag geen oplossing. Ik wist niet hoe ik moest gaan doen zonder iets anders te gebruiken. Mag je weer verder met de swingovers? Ja. Nou, hang jij weer bovenin dan? Vandaag is eigenlijk 500 swingovers. Maar waarschijnlijk hebben we niemand vanavond om hem in de gaten te houden dat hij swingovers doet. En we vinden het niet verantwoord dat hij in zijn eentje doorgaat. Oftewel, we gaan wat anders voor hem bedenken. Je mag op deze stip gaan staan. Wat je zo meteen mag doen. 15 seconden zitten op de grond. 15 seconden staan. Dat wissel je constant af.
Houd zelf bij op je horloge, totdat je dit alarm hoort op je telefoon. Zodra je die hoort, ruim je de band op, pak je spullen, ga naar huis. Zegt, kom je nu naar buiten? Dus ik ga gelijk. Batayaka, iets te veel in de zakken. Maar dat maakt niet uit. Outfit blakka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Want na alles wat ik heb verdiend, zij weet het. Nu alles heb ik dit verdiend, zij weet het.